Welkom bij de instructievideo van de S1000 rookgenerator. Ik wil u graag uitleggen hoe u onze S1000 rookgenerator kunt gebruiken. Het pakket bestaat uit een draadloze afstandsbediening, een liter fles rookvloeistof, de S1000 rookgenerator, een voedingskabel en netvoeding. Plaats de rookgenerator op de accupack, zodat deze is uitgelijnd. Druk de locking release hendel naar beneden. Draai de knop er weer op. Let op, voorwerpen moeten minstens 2 meter van de uitblaasopening verwijderd zijn. Vul de tank nooit geheel tot de rand. Dit laat ruimte voor de vloeistof om uit te zetten en voorkomt het risico van overlopen. Sluit de netvoeding aan op een stopcontact. Zet de netschakelaar aan. Schakel de machine in door minstens 3 seconden. Op de schakelaar achterop het apparaat te drukken totdat u een klik hoort. Schakel de machine in door minstens 3 seconden. Op de schakelaar achterop het apparaat te drukken totdat u een klik hoort. De rookgenerator kan op 2 manieren rook produceren. Handmatig of met de draadloze afstandsbediening. Druk op de grijze knop aan de achterkant om constante rook te produceren. De rookintensiteit kan worden aangepast door aan het kleinste knopje naast de grijze knop te draaien. Wanneer u de draadloze afstandsbediening gebruikt, druk dan op de knop. Smoke, machine maakt rook zolang er wordt gedrukt. Cont, machine maakt continu rook op maximaal niveau. Stop, machine stopt met rook maken. Run, machine maakt continu rook op de manier zoals ingesteld met de niveauregelaar. U bent nu klaar om te trainen. Zet de groene knop uit. Schakel de stroomschakelaar op de basis uit. Draai de knop eraf. Trek de locking release hendel omhoog. Zorg ervoor dat je de dop goed sluit. Wilt u meer weten over onze producten? Neem dan een kijkje op onze webshop.